Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft een landelijke oproep gedaan aan zorgmedewerkers. Elke zorgwerker, van verpleegkundige tot arts, is volgens de gezondheidsminister nodig in de strijd tegen het coronavirus. De oproep van de bewindsman komt vanwege het tekort aan zorgpersoneel door overbelasting van de sector. En ik neem het op mij als verantwoordelijke minister van de Gezondheid dat ik een oproep doe, een landelijke, nationale oproep aan elke zorgwerker in Suriname. Van verpleegkundige, ziekenverzorgende tot arts. Als u ingezet wenst te worden in de COVID-strijd, als u dan graag contact kunt opnemen met het ministerie van Volksgezondheid om samen met u van gedachten te wisselen over uw inzet in de COVID-zorg. Het ministerie is bereid om met u van gedachten te wisselen en te kijken naar uw wensen om ingezet te worden in die zorg. Ik roep op alle huisartsen die te midden van de drukke huisartsenpraktijken nog een beetje tijd hebben om een beetje te superviseren in die zorg. Maakt u contact met het ministerie. Ramadine zegt verder dat het ministerie zal kijken waar de mensen die zich aanmelden zullen worden ingezet. Ook medische studenten zijn opgeroepen. De opening die zal ontstaan bij het wegvallen van zorgwerkers moet op een gepaste wijze worden opgevangen, zonder dat de patiënt daarvan last zal ondervinden. We zien een vrij hoog besmettingspercentage en we zien dat een aantal personen in grote gezondheidsproblemen komen en opgenomen moeten worden. We proberen vanuit het ministerie van Volksgezondheid uiteraard met de nodige actoren in het zorgveld, dan praat ik over de ziekenhuizen, de instellingen, maar ook onze zorgwerkers, al het nodige te doen om de COVID-besmette personen de beste zorg te bieden. En dat gaat zeker niet zonder slagen of stoten. De minister zegt dat de huidige situatie een grote uitdaging is voor de overheid. Het tekort aan zorgwerkers is volgens hem groter dan de samenleving denkt. Ook de besmettingen op de werkvloer bij zorginstellingen zorgt van tijd tot tijd voor een lamlegging van bepaalde afdelingen.